Jelle, ik mag jullie van harte welkom heten vanmiddag bij de doopviering. Bij een doopviering zeg ik altijd maar voor diegenen die het misschien nog nooit eerder hebben meegemaakt. Een doopviering is een soort optocht. En in de kerk noemen we een optocht een processie. Dat weten we misschien nog wel van vroeger. En die optocht, die processie, die begint natuurlijk bij de deur, want je moet ergens binnenkomen. Dan gaat hij vervolgens naar voren. En dan gaat hij vervolgens naar de doopkapel. Dan gaan we nog een keer naar voren. En uiteindelijk eindigen we achter de Maria. Nou staan we even stil bij de deur. Ze heeft er heel veel plezier in. Ja. Het is geweldig om te zien. Bij de deur zeg ik altijd, we staan stil bij de deur. Niet bij de deur van deze toevallige Heilige Hartkerk. Het is een kerk die voor jullie als familie grote betekenis heeft. Hier hebben we vreugde en verdriet met elkaar gevierd. Maar we staan stil bij de deur, omdat daar letters boven geschreven staan. Er staan grote letters. Ja, je kijkt, maar je ziet ze niet staan. En dat is het mooie van die deur. En is overal, bij alle kerken in de hele wereld, zo staat die gedachte met grote letters boven geschreven, liefde. Ze kiezen ook een naam. Een eigen naam waarmee het kind door iedereen zal worden aangesproken. Draagt die naam het hele leven met zich mee. Een naam maakt het kind tot een uniek mens, onderscheiden van alle anderen. Een naam maakt een kind ook uniek in de ogen van God. Beste Michiel en Marielle, welke naam hebben jullie voor je kind gekozen? Wij noemen onze dochter Sarah, Anna, Wilhelmina, Maria. Van jullie wordt verwacht dat jullie je kind opvoeden in het geloof en het leert leven naar Gods geboden. Volgens de woorden van Christus, bemin God en de naasten. Ja, dat beseffen wij. Weet alles. Mariska en Serge, ik ga nog niet voorlezen wat er in het boekje staat. Ik ga je eerst even iets vertellen. Michiel en Marielle hebben tegen jullie gezegd, wil je peetoom, wil je peetante van ons kind worden? Daarmee hebben ze tegen jullie gezegd van, je mag een leven lang over onze schouders meekijken in het leven van ons kind. Ik zei net, het kost je wat. Het kost je geen portemonnee, maar het kost je je hart. Ik zeg het hier in Vughten, maar er is altijd bij. Het is met al het geld van de wereld niet te koop wat jullie bezitten. Wees er gelukkig mee. Ik ga het jullie vragen. Niet alleen de ouders hebben een taak tegenover Sarah. Ook jullie, peetoom en peetante, willen meewerken aan het levensgeluk van jullie peterkind. Jullie zijn de vertegenwoordigers van de vele mensen die een rol zullen spelen in het leven van Sarah. Antwoord daarom op deze vraag. Zijn jullie bereid bijzondere belangstelling en zorg te schenken aan jullie peterkind en de ouders bij te staan in de opvoeding en het geloof dat wij hier beleiden? Ja, dat geloof ik. De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou, Sarah, graag met vreugde in haar midden op. Daarom geef ik jou in naam van de kerk het kruisteken, het teken van onze verlossing. Tess, Michiel, Amand en Michel. Wil je hier zo komen staan? Dat is wel het mooiste. Babytje, babytje, wat ben je toch klein? Vind je het leuk om bij ons te zijn? Een wiegje en een luidertje, een flesje erbij. Al die vriendjes, dat zijn wij. Oh, wat heb je dit goed gedaan. Met de vogeltjes die zingen, met de vlindertje dat stoeit. Met de heldere regendruppels en de blijde zonneschijn.
Wees bevriend met kleine dingen en je zult gelukkig zijn. Heer, we willen u verhoren. Welkom Sarah, in de wereld van alle dag. In het licht van de gele zon, in het hart van de mensen, in het blauw, het groen van de wereld om je heen. Dat je elke morgen verwonderd mag zijn en dankbaar voor het licht van de dag. Dat je mag juichen, omdat je ogen zien, je benen lopen. Dat je mag zingen, omdat je hart klopt. Dat je mag lachen en genieten van de kleinste en de gewoonste. Bloemen op je levensweg. Welkom Sarah in deze wereld. Begroet haar met wat in je is en maak haar nog mooier. Heer, wij willen u vervolgens. In de naam van onze Heer de Gezalfde, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nou, dan mag daar het dekseltje weer op gedaan worden. Ja, de dood is opgestaan. Zit daar vast op de hand. Ik geloof. Willen jullie dus dat Sarah wordt gedoopt in het geloof van de kerk dat wij zojuist hebben beleden? Ja, dat willen wij. Nou, dan gaan we nu Sarah dopen. Sarah, Anna, Wilhelmina, Maria, ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En nou komt Kate met de handdoek. Kom maar gauw. Zorg maar dat de krullen weer helemaal mooi zitten. En nu aan deze kant is ook nog een beetje. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria.